Dit is een geile kleuter, een nummer 2. Het is een uiterst controversieel werk. En op de... doet hem wat. Wat even. Dit is uitermate controversieel. Die foto heb ik gejat en de titel die kan al helemaal niet. Dit is een traumaverwerkingswerk. En het gaat over abortus, of abortus moet je zeggen. Ontvruchting. Ontvruchting is niet zo'n goed idee. Als je als vrouw het idee hebt van, nou, ik vind deze wereld niet echt een plek voor een kind. Wat dacht je van rubber of zo? Of dat je het houdt bij voetenmassage. En van een voetenmassage kan je niet zwanger worden. Dan hoef je ook niet te aborteren. Waarom zou je je aan de binnenkant laten kietelen als je niet bereid bent om voor dat kind te gaan zorgen? Nou, zo'n vrouw, die ken ik dus. Die had echt, snij hem er maar uit. Weghalen ermee. Verdoving of niet, interesseerde haar helemaal geen ene kut. En dat mag je gewoon zeggen, vind ik hoor. Zij mag gewoon mijn kind aan stukken laten snijden. Eerst zijn voeten eraan, toen zijn beentjes en armpjes en allemaal stukjes hebben ze eruit gehaald. Allemaal in kommetjes gestopt. Hebben ze verkocht voor 5000 euro per gram of zo. Voor de stamcellen van een of andere syfilis geïnfecteerde Chinees die nog 10 jaar langer wil leven terwijl die daar helemaal geen reden voor heeft. En de stamcellen van mijn kind die zitten in die Chinees. Zij was zo blij. Oh, het was helemaal gratis. Nou zeg, dat is ook mooi. Je hoeft alleen maar een treinkaartje en helemaal gratis op je rug liggen. Net als die keer dat ik haar zwanger maakte, lag ze ook op de rug. Hè? Ze lag eerst op de rug om zichzelf zwanger te laten maken. En daarna ging ze op de rug liggen om alles eruit te laten snijden. Ja. En ik moet hem maar vreten. Oh, Perry, niet mopper hoor, want het is de vrijheid van de vrouw om te beslissen of het kind geboren mag worden of niet. Maar we gaan het leuk maken. Gewoon naar de tekst terug. Ik heb gedaan, heette Een geile kleuter, dat is van de vorige uitzending, kan je nog even luisteren, bespreek ik ook toe. Nu krijgen we 2. De geboorte van mijn dochter. En deze tekst is door mijn dochter die hier in beeld komt. En dit is allemaal waar, wat er nu komt. Hè. Het eerste was satire, maar nu komt de werkelijkheid. Met een beetje fantasie natuurlijk. Mijn dochter heeft dit nagekeken. Ik lees voor. De geboorte van mijn dochter. En die is echt geboren. Hè? Ze heet Nina Elisabeth Wilhelmina en dan dezelfde achternaam als ik. Winkel. Hè? De geboorte van mijn dochter is niet volgens de regels verlopen in der tijd. Het was de laatste winterzonnestilstand van de 20e eeuw. Haar biologische moeder begon vreselijk te krijsen toen de opgebelde arts verveeld naar haar opening keek en een deur opendeed van een kast met al het spul wat dokter Monangel maar kan wensen. Hij ging in haar onderkant knippen. Ik sta even stil, maar dit is een grap dus. Hè? Monangel, dat betekent mijn engel. En is er een dokter die jij weet van de geschiedenisboeken, die ook iets van mengelen heet? Mijn engel, dokter Mengele. Dat is echt gebeurd, hè? En hij ging naar onderkant knippen, dat klopt. Misschien, ik lees weer voor, misschien had hij niet zo triomfantelijk... moeten constateren dat zijn schaar kon zingen van scherpte. Dat deed hij ook, hij checkte het gewoon. Tjik, 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 tjik. En een vette schaar, man. Hij kwam van een feestje. Zo'n jasje, een iets gekleurd gestreken overhemd en een klein zijden sjaaltje om zijn keel. 1 of 2 whiskies had hij op. Hooguit.
het gekrijs, het vreemde schoppen en andere non-yoga bewegingen bemoeilijkten het werk van de dienstdoende verpleger. Zij informeerde me en verklaarde mij tot hulpverpleger. Volgens mij mag dat niet zomaar. Het alternatief was dat de verpleger haar in haar eentje zou vastbinden met leren riemen en dat wilde ik beide vrouwen niet aandoen. Onder de smurrie zat de geborene. Een meisje. Bruidschatproblemen. Daar probeerde ik niet aan te denken. Was maar goed ook. Het allerergste komt altijd later. Of het komt nog. Iedereen kiest. Het is echt gebeurd. Ik ben klaar met voorlezen. Ik zal even bespreken wat hier allemaal staat. Maar het is echt gebeurd. Mijn dochter is prematuur. Randprematuur. Dus ze wilde uit haar moeder weg. Nou, later zou ze ook merken dat haar moeder dus haar broertje heeft laten choppen zonder verdoving. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat mijn kind zittende in de buik van iemand die haar broertje zou gaan laten choppen zonder verdoving. Dat ze dacht, I want to get out of here. Ik wil weg. Maar de moeder van mijn kind, die dacht van, het is een land. Hoezo ga ik jouw broertje laten wegsnijden? Want in die tijd, ze wilde alleen maar een kind van mij, want ik had poen. En ze dacht, nou als ik nou even een kind van hem eruit poep, dan kan ik gewoon gaan neuken met andere kerels. En dat heeft ze gedaan ook, hè. Gewoon de ene naar de andere, jongen. En ze zat me echt uit te lachen. En ze zei ook gewoon tegen mij, jongen, als jij niet doet wat ik zeg, dan zorg ik ervoor dat jij je kind nooit meer kan zien. Want zij was top of the hill. Zij was de master of the universe. En mijn dochter wist het al. En die dacht, weg van deze buik. Maar goed, daar was zij niet klaar voor. En toen kwam inderdaad zo'n joker die kwam uit Velp of zo. Je zag al aan zijn kop dat hij dacht van, oh nee, hier heb ik geen zin in. Nee, dat wil ik niet doen. En een beetje gerust gesteld. Nee, helemaal niet. Als gelijk zoiets, oké, knippen. Hoppakee. En de dokter mijn engeltje. Dokter Mengele. Ja, hij kwam er even aan, man. Een knip. En dat litteken, dat heeft ze gewoon. Voor altijd. Allemaal gebeurd. De ongevoelige mens. En het gold voor die dokter. En het gold voor de moeder van mijn kind. Want wat heeft het voor zin om je leven te gaan besteden aan het seks hebben met Jan en Alleman. En als je dan een knobbeltje in je buik hebt, ook al begint dat knobbeltje te schoppen. Het is gewoon een knobbeltje, ja, dat is een wrat. Gewoon snijden met die handel. Dat je daarmee je hele hormoonsysteem ondersteboven helpt en je lichaam achterstevoren zet of binnenste buiten keert. Wat maakt het uit? Want jij bent een vrouw. Hè? Jij bent de baas, toch? Baas in eigen buik. Maar George Bush was de baas van Baghdad. Baghdad is de hoofdstad van Irak. Baghdad, ja dat mag. Dat mag je gewoon doen, man. Flikker gewoon bommen op Baghdad, want dat mag dat. Ja, dat mag. Als jij een vrouw bent en je gaat de binnenkant van je buik kapot laten snijden en je gaat een toekomstig mens gewoon eventjes laten choppen, net als de eerste beste Jood in Auschwitz, maar dan niet zo heelal, zullen we zeggen. De Joden in Auschwitz, voor zover ze afgeslacht zijn, conform wat ze zeggen, dat ze daar cyanidegas voor hebben gebruikt, ja, dat is behoorlijk heelal, hoor. Daar voel je bijna niks van. En mijn kind, heeft die er niks van gevoeld. En de moeder van mijn kind, die werd laaiend. Hè? Hoe durf je te hebben over het pijn van jouw kind? Ze was in staat om me aan te vliegen. Dat is de hedendaagse vrouw. Nou, leuk is dat. Daar word ik echt heel ontzettend blij mee. Iedereen kiest, mensen. Het staat hier, hè? Het allerergste komt altijd later, hè? Dit is Arthur Schopenhauer, die ik hier parafraseer.
Of het komt nog, want dat zegt hij. Maar je kiest zelf. Kijk, de moeder van mijn kind heeft ervoor gekozen om het broertje van mijn kind te laten choppen zonder verdoving. En om zelf helemaal de hormoonstelsel in omver te gooien. Ze werd knettergek. Ze heeft de verjaardag van mijn dochter gewoon totaal verpest. Die erop volgde, dat was 2 maanden later of zo. En zei ze zo, ik heb een abortus gehad en mijn dochter die gaat geen cadeaus krijgen voor de verjaardag, want ik voel me kloten. Nee, ze voelde zich kut en dat was haar eigen kutschuld. Had ze mijn kind maar niet zonder verdoving moeten laten weghalen. Ze had gewoon cyankaligas in haar poepetje moeten laten doen. En dan langzaam wegvergassen, als een Jood in Auschwitz. Maar dan had hem dan een heroïne shot gegeven. Doe je gewoon met het hieltje, doe je gewoon, hup, en kleef er een dingetje erin, een heroïne erin, en dan ziet hij gewoon de hemel, en dan... Dat doen die Freemasons ook, hè, die Illuminati, met die stomme ritualen, dat ze echt mensen gaan lopen killen. Maar die geven ze in ieder geval de drugs van tevoren. Dat moeten ze ook wel, want als ze die mensen nuchter binnenhalen, ja, dan meppen ze het altaar om of zo. En dan slaan ze een priester voor zijn bek en dan valt zijn puntmuts af en dan ziet iedereen dat het oom Joris is. Ik hoop dat ik echt zachtmoedig overkom, want ik bedoel het echt zachtmoedig. Ik bedoel echt dat als je als vrouw het lef hebt om een man zijn penis in jouw geslachtsorgaan te laten stoppen en te laten spritsen, spuiten, spritsen is dotje. Als je dat lef hebt, je draait voor de fucking consequenties op. En als jij denkt, nou, die laat ik eventjes morning afteren. Ik stop mezelf vol met chemicaliën. Ik ga een soort Hiroshima en Nagasaki. Hè? Gewoon een chemische thermobom. Nou, dat is tot daaraan toe. Het is niet goed voor je lichaam, mijn kind. Dat is echt een slecht idee. Je kan nog beter een liter whisky drinken op een zondagmiddag. Met 2 gram hash. En kotsend belanden in een steeg. Waardoor is het 1 ochtendje een kater en is het opgelost. Maar als jij een kind laat wegsnijden uit je buik. You a-hole. Wat denk je dat er met je hormoonsysteem gebeurt en je lichaam. En je denken daarmee. Maar in ieder geval bij de geboorte van mijn kind. Dat moest ik dus echt... De moeder, die werd helemaal gek. Snapte ik ook wel, want die dokter Mon Angel, dokter mijn engeltje, dokter Mengele, ja, die had er echt zin in. En die heeft gewoon een knip gemaakt van 1,5 centimeter. En die is ook nog gehecht. Ja, en daar heeft ze wel een verdoving bij gehad. Maar, oh nee, voor die knip kwam, hij kreeg ze ook een verdoving. Ja. Eerst de verdoving, toen knippen de knip, toen kwam mijn kind eruit. En toen is hij met een naald en draad, heeft hij zijn evil job. Hij had iets meer de tijd mogen nemen. Hè? Die had de moeder van mijn kind ook gewoon gewoon laten baren. Maar goed, knippen de knip, want die man die wilde terug. Die had maar 2 whiskies op, hooguit. En hij dacht, 20 whiskies is ook te doen, want ik bel mijn chauffeur wel. Hè? Ik kan die mensen herkennen, hè? Die alle rijke mensen met die goede pakjes. Hè? Die Britse kostuums en zo'n choker, zo'n sjaaltje. Dat kost geen 30 eurocenten. Nou, dit was nummer 2. Dan gaan we door naar nummer 3. Tot nummer 3. Tot zo dadelijk.